ik ben Aline van Flair. Ik sta hier op Zaventem, want ik ga vandaag op daguitstap met Corendon naar... Ibiza! En vandaag zoek ik uit wat je op dit mooie eiland op één dag kan doen. Ibiza is niet alleen dure discotheken, maar je kan ook cultuur opsnuiven en de oude stad ontdekken. En het is de ideale fitness. Supermooi. Mark, jij woont hier al 15 jaar. Wat moeten we vandaag echt doen op Ibiza? Wel, jullie moeten zeker een scooter of een auto huren en alle plaatjes van Ibiza gaan verkennen. En iets typisch dat we moeten eten of drinken eigenlijk? Drinken natuurlijk, de yerbas van Ibiza, typisch drankje hier van Ibiza. Wordt gemaakt op basis van anijs, 30% alcohol, dus... Strafgoedje. Strafgoedje, ja. En 17 verschillende kruiden, ook typisch hier van Ibiza. Dat moeten we eens proberen, hè. Nog een must-do in Ibiza is een paar uurtjes ontspannen op de Playa de Salinas, zon, zee, strand en er schijnt ook knappe mannen. Vamos a la playa! Ik ben uiteraard niet alleen gekomen. Enkele lucky Flair-fans hebben ook een ticketje naar Ibiza gewonnen. En ik ga je eens vragen wat zij ervan vonden vandaag. Wat vonden jullie van Ibiza? Woo! Ik denk dat het goed was. Adios. Supermooi.